Maar goed, jij denkt Maduro mag trouwens maar 4 wedstrijden volgens mij ook maar 4 weken coachen. Ja. Dat wordt een ander verhaal. AD komt nu met het verhaal van 2 wedstrijden Maduro tot en met PSV en dan van Schip tot einde seizoen. Is dat de beste optie? Ja. Ja, ik denk dat is een hele goede optie. Ja? Ja. Hij is al in dienst bij Ajax, hè? Ja. Dus dat zou natuurlijk op zich uitstekend zijn. Ja, jullie kennen elkaar als geen ander. Boezemvrienden van vroeger al. Ja, nou ja, ja, maar kijk, dan komt het zo over alsof... Nee, maar zo bedoel ik het niet. Maar jij kent hem als geen ander. Ja, jullie groeiden samen op. Heel goed. We hebben vanaf onze 10e... Zijn we in de A3 bij Ajax begonnen. Ja. En, A3? Eerst in de A3. Nee, toen ging ik naar de A1, pupillen. En toen kwam Johnny. En we zaten eigenlijk bijna elk jaar in hetzelfde elftal. Maar ook goede vrienden, voor de duidelijkheid. Ja, hele goede vrienden. Ja, en waarom denk je dat hij een geschikte man is voor Ajax op dit moment? Hoor? Omdat hij veel ervaring heeft als coach. Hij loopt al heel lang mee. Hij kent de club Ajax. Dus ik zou niet inzien waarom je hem niet als coach zou kunnen aanstellen. Nee. Ja. Nee, ik denk het ook. Ja, ik ook. Ja, dus daar sta je achter. Zeker. Ja, ja. Want ik zat nog heel even te denken, twee kleine generaals erbij. Maar voor de derde keer Ajax... Nou, dat zou de oplossing zijn. Ja, dat is waar. Daar zou ik twijfel over mogen. Nee, dat denk ik ook. Heel gezegd niet. Maar, en de derde keer moet scheepsrecht zijn, Dick. Hè? Ik bedoel, 2 keer eerder. Hoe bedoel je dat? Ja, en dan samen, hè? Ja. Toch? Dan wil ik spitsen trainen, want Dick heeft afgesproken. Ja. Nee, maar goed. Jij denkt ook een goede optie deze? Als dat zou gebeuren, van Schip? Ja, zeker. Want op zich ben jij goed met Van Gaal, toch? Jij bent ook best wel goed met Van Gaal, toch? Ik wel. Ja, nee. Ja. Nee, best niet wat minder. Nee. Je hebt een goede gesprekken gehad. Absoluut, absoluut. En ik heb ook nooit aan zijn kwaliteit getwijfeld. Nee. Dat heb ik altijd gezegd. Ja. Ja. Maar gisteren zei ik, zit niet op een belletje van Gaal te wachten. Nee, dat is ook... Wat? Dat zeg je letterlijk tegen mij. Ja, maar dan wordt dat ook weer gelijk anders vertaald, dat hij mij niet mag bellen. Ik zei nog dan... Daarna zei ik nog van, hij kan mij gewoon altijd bellen. Hij kan altijd bellen, superleuk om met hem altijd fijne gesprekken met hem gehad. Ja, ja. We hebben wel allebei een uitgesproken mening. Nou, dat is toch niet erg? Dat heeft wel eens gebotst. Ja. En dat zal misschien nog wel eens in de toekomst ergens misschien een keertje gaan botsen. Maar dat kan toch helemaal geen kwaad als je botst? Nee, dat kan ook geen kwaad. Nee. Absoluut niet. Nee, kijk, Van Gaal zelf zou het niet meer ambiëren, neem ik aan. Misschien zijn gezondheid natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat hij kan natuurlijk een hoop brengen bij Ajax. En ook bij elke coach die wordt aangesteld. Louis, met zijn know-how. Want ja, je kan je twijfels hebben hoe hij zich soms uit in de media. Maar vakkennis, kan je hem niet ontkennen natuurlijk. Dat staat boven alles. Ja. Ja.